Minister Robert Penneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Mino C, heeft tijdens de vergadering van de Nationale Assemblée van dinsdag gezegd dat het onderhoofd van de openbare school Uitkijk met het kasgeld er vandoor is gegaan. Het onderhoofd, de rapportage vandaag, is weg met het kasgeld van de school. Ze heeft de sleutels achtergelaten. En uiteindelijk blijkt ook dat de financiële verantwoording van de school 3-4 jaren niet in orde is. Het is mij opgedragen om dat geld mee te nemen. Want mij is gevraagd om de sleutel te overhandigen, de sleutel van het kantoor. Ik heb de sleutels overhandigd en ik heb gezegd er ligt wat geld in de ruimte. En als het kwijtraakt ben ik niet verantwoordelijk daarvoor. Toen is mij opgedragen om dat geld weg te halen en het mee te nemen. En het is gebeurd in het bijzijn van zoveel mensen. De DC van Saramaka was er, meneer Duim van BBO was er, de nieuwe leidinggevende was er en er was ook een politieagent. Dus er worden dingen naar buiten gebracht zonder... Dus er worden halfjes dingen naar buiten gebracht. Het lijkt alsof ik geld heb gestolen, want iedereen belt me om te vragen wat is er gaande. Je bent met zoveel geld vandoor gegaan. Wat gebeurt er? Er is een belediging naar mij toe. Ja. En het gaat om een bedrag van 150 SRD. Muntjes. Dat is van SAP en van Trail wat elke dag verkocht wordt. Rekha Bihari, onderhoofd van de openbare school Uitkijk en daarvoor onderwijsminister Penneu. Bihari is een van de 32 leerkrachten van de openbare school Uitkijk die maandag vervangen is. Dit gebeurde nadat de leerkrachten protesteerden tegen de benoeming van een schoolhoofd van buitenaf. Bihari, bijgestaan door enkele leerkrachten van de school, geeft aan waarom zij protesteren. Er waren afspraken lopen met de minister dat de benoeming zou plaatsvinden. Maar 5 januari, als we naar de school gaan, zien we iemand anders daar. Zonder met jullie afgestemd. Precies, precies. Dus de minister heeft zijn afspraken niet nagekomen. Daaromtrent gaat het. Okay. U bent onderhoofd daar op school? Jawel, ik ben onderhoofd. En er wordt ook bekendgemaakt dat ik de hoofdakte niet heb. U bent wel bevoegd, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik heb al tien jaren de hoofdakte. En ik heb 7 jaar gefungeerd als onderhoofd. Ja. En het zijn allemaal de leerkrachten die zijn... Ja, leerkrachten van OSU-Kijk. En wat vinden jullie allemaal van de situatie dat jullie... Zijn jullie nou wel ontslagen of niet? Nog niet. We hebben gezegd via het media dat we zijn ontslagen. Die dinsdagmorgen is er bekendgemaakt door de minister dat we zijn ontslagen. Prams horen we later op de dag dat we niet zijn ontslagen. Dus wat waar is, weten wij nou niet. We hebben wel gisteren weer een verweringsbrief gehad om zich te verweren. U zag en hoorde onder andere Rekha Bihari, onderhoofd van de openbare school Uitkijk. We spraken haar vandaag tijdens de protestactie bij de Nationale Assemblée.